is er een zomerkaas? Ja, er is wel degelijk zomerkaas. We beginnen natuurlijk met de graskaas die vanaf juni gegeten gaat worden. En de graskaas betekent dat het gemaakt is van koeien die het eerste gras eten als ze voor het eerst naar buiten gaan in het voorjaar. Nadat de eerste keer gemaaid is, heet het niet meer graskaas. Dus dat betekent dat we zo'n beetje 4 tot 6 weken kunnen genieten van die hele sappige, malse, smaakvolle jonge kaas. Dat is de eerste zomerkaas. De tweede zomerkazen praten we toch over de geitenkazen, omdat de geitjes in de zomer meer melk geven en hele mooie melk als ze buiten lopen. En die kaasjes hebben eigenlijk nu hun hoogseizoen. En als ik nu zeg, dan heb ik het over de zomerperiode.